En van harte goeiedag, welkom. We zijn weer live vanuit deze plaats. En nu gaan we dus dan praten over gevangenzorg. Het gaat om een training voor mannen in de gevangenis. En twee organisaties hebben dus dan elkaar gevonden om dit allemaal te doen. We praten hierover met Desmond Plett. Hij is een van de mannen die dus dan mee gaat werken aan dit project. Desmond, welkom in onze uitzending. Welke twee organisaties doen mee aan dit project? De organisaties Second Transition Service en Prison Fellowship Suriname. En eigenlijk ook nog de stagiaires die bij deze organisaties hun stage lopen. Ja. Waarom zo'n zorg? Het is heel erg belangrijk om de groep, de doelgroep, mannen, vrouwen, jongeren in detentie, om die groep niet in vergetenheid te laten raken. En nog meer in het kader van Social Workers Month deze maand willen we extra aandacht geven aan deze doelgroep, omdat we ze weer nodig hebben in de maatschappij. Ja, hoe gaat het met die mannen en vrouwen en kinderen, geloof ik ook zo, in de gevangenissen? Hoe maken ze het? Moeilijke vraag? Is een moeilijke vraag. Als je daar bent, gaat het niet goed. Als je daar bent, gaat het niet goed. Maar natuurlijk willen wij als organisaties, en eigenlijk is het een stukje overheidszorg, willen we wel ervoor zorgen dat ze dan hun proces doorlopen en eigenlijk als herboren terugkomen in de samenleving. Maar dat de samenleving ook ready is en klaar is om ze weer op te vangen en op te nemen. Hoe worden jullie ontvangen door deze mensen in detentie? Ik moet eigenlijk zeggen heel goed, omdat je bent geïsoleerd, weg uit de samenleving, weg uit je gezin, weg van je werk, je vrienden. En eigenlijk mis je alles wat er in de samenleving gebeurt. Daarbij op straf, gewoon hard, keihard, op straf. En om toch te voorkomen dat die touch met de samenleving verloren gaat, want je komt daarna weer terug in de samenleving, dan ontplooien we activiteiten zodat ze eigenlijk toch wel zichzelf opnieuw voorbereiden op een stukje reïntegratie, om weer opgenomen te worden in de samenleving. En dan zijn ze blij om mensen van buiten af te krijgen die ze niet vergeten zijn. And people who care about them. Ja. Jij zegt het zo mooi, Masa Ilukudins, Masa Wan Yibding. Maar je hebt in de samenleving bepaalde mensen die denken van, Idua Ogri, Idi straf, dus jij hebt straf gewoon. Jullie denken niet zo. Nee, we kunnen niet zo denken. We horen eigenlijk als samenleving ook helemaal niet zo te denken. Want we zijn niet alles maar een ding. Toch? En we allemaal zijn drapen naar Ogriman, naar voerman, naar crimineel. Sommige mensen zijn door omstandigheden echt een moment van onbedachtzaamheid daar beland. En iedereen verdient gewoon een tweede kans. Sommige mensen hebben 3, 4, 5, 6, 7 tig kansen nodig voordat ze eigenlijk echt weer tot positieve zin, bij positieve zinnen komen en zeggen van nou wat trafas omdraai aan een paar botten, want zo kunnen we niet verder gaan. Maar als we ze loslaten, dan krijgen we eigenlijk zonder begeleiding mensen terug in de samenleving, zoals hoe ze worden genoemd, monsters. Ja. En dan krijgen we nog grotere monsters terug als we niet in ze investeren, geen zorg over ze nemen, als we ze loslaten en terugdrukken ergens in een hoekje. Nee, als samenleving denk ik dat we nu op het punt moeten komen om echt voor elkaar te zorgen. Take care about each other. Toch? Om je poserevi. Het kan iedereen overkomen. Ja, maar de behandeling die de mensen daar krijgen, want je zei daar net, sommige mensen hebben niet echt zware feiten gedaan, maar je hebt mannen die daar wel wat zware dingen hebben gedaan. Als jullie binnen zijn, is er een bepaalde wijze van behandeling die jullie de verschillende groepen geven? Nou, nee, niet zozeer. Het gaat om een stukje connectie die je moet maken met de doelgroep. Als je geen connectie met ze maakt, ga je ze ook niet raken. Ja. Ze gaan zich ook niet voor je openstellen. Ze gaan zichzelf niet willen openstellen om verder te gaan veranderen. Dus niemand is speciaal of krijgt een speciale behandeling. Natuurlijk zijn er regels van de gevangenis waaraan je moet houden. En pet je af voor de gevangeniswerkers die keihard hun best doen. Maar deze mensen hebben ons nodig. En we moeten gewoon die investering plegen. Die drang is er om eigenlijk
begeleid te worden. En er zijn verschillende organisaties. Denk aan de kerken, de NGO's, ja. FMZ, JKB, vanuit overheidswegen die daar komen. Maar ook nu bijvoorbeeld mijn organisatie als sportorganisatie, dat we daar binnenkomen om dat zoveel mogelijk te doen voor deze mensen in detentie. Dat ze toch wel goed herboren terugkomen in de samenleving. Jullie zijn al een tijdje bezig, hè? Wordt het doel bereikt? Vinden jullie dat? Het doel wordt bereikt. En we streven daarom naar meer. Okay. Er zijn geweldige verhalen van mensen die in detentie zijn geweest, door de trainingen tot het besef zijn gekomen. Mandrai libidrape. Mensen zijn gewoon goede burgers, als goede burgers terechtgekomen. Mm-hmm. Zitten goed nu in de samenleving. Mm-hmm. Maar niet iedereen krijgt die kans. Ja. Want weet je wat zo breed is? Dat je alvast veroordeeld bent, veroordeeld wordt door de samenleving. Je kan geen werk vinden, families willen je niet meer opvangen. Want je bent strafman, je bent de strafman. En als deze mensen dat niet krijgen, niet hebben, die mogelijkheden niet hebben, geen dak boven hun hoofd. Wat gaat er gebeuren? Dus wij moeten eigenlijk als samenleving ons de vraag stellen van, zijn we ready om deze mensen weer op te nemen? Ligt het alleen aan hun of hebben wij ook een bijdrage te leveren? En nu wil ik kijken naar de rol van de samenleving om deze mensen weer op te vangen. En dat doen we door middel van trainingen. We doen gerichte training, vooral voor mensen die op korte termijn vrijkomen. Maar dan heb je ook de langgestraften die gemotiveerd moeten blijven om niet op te geven. Dus ze krijgen training als ondernemerschap, budgetteren, andere technische zaken die ze daar binnen ook doen. Anderen zitten in de landbouw, veeteelt, noem maar op. Er wordt bordevol veel gedaan. Maar ze moeten wel de gelegenheid krijgen om de aangeleerde skills bijvoorbeeld ook verder toe te kunnen passen wanneer ze daar buiten zijn gekomen. En die kansen moeten ze krijgen. En dat is door middel van een werk, een dak boven het hoofd, zodat ze staande kunnen houden in de samenleving. Ja, je praat over de samenleving. Hè? De eerste plek waar ze komen na hun detentie is thuis. Het gezin. Worden die mensen ook een beetje betrokken bij al die zaken die jullie doen? Helemaal. Het is niet alleen met de gedetineerden, ook met de families. Er zijn zoveel projecten die er gedaan worden in en rondom de gevangenissen, in en rondom de persoon, de gedetineerde, voor de kinderen, voor de gezinnen. We moeten soms ook zelf gaan kijken naar mensen die geen opvang hebben. Hoe vangen we ze de eerste periode op na detentie? En dat geeft eigenlijk heel veel kopzorgen de afgelopen tijd. Van families die hun mensen niet willen opvangen of kunnen opvangen. Waar komen ze terecht? Dus we moeten ook gaan kijken richting zorgunits en opvangunits. Om voor een bepaalde tijd na detentie mensen te kunnen opvangen. Verder te begeleiden. Want één ding waarover we vaak genoeg vallen, de nazorg. Ja. De nazorg is heel erg belangrijk. Laat je ze in één keer los. They're going to lose. Ja. Maar je moet ze blijven begeleiden. Dat de man dan hoort en schrijft. Vind de passie in haar kondre. En dan moet het wel goed komen uiteindelijk met ze. Nu is er een training. Wat houdt die training in? Er is in het weekend van 17 tot 19 maart een training in PIH. Dat is penitentiaire inrichting Hazard in Nikeri. Voor de mannen daar in Nikeri. Het gaat om een groep van zeker 30 van de gedetineerden die we in deze training willen helpen, begeleiden. En het gaat om de man, de rol van de man. Want deze training was eigenlijk in het kader van Internationale Dag van de Man. Maar door omstandigheden is het pas nu dat we hem kunnen gaan uitvoeren. En we gaan het vanuit verschillende invalshoeken benaderen. De man als vader van een gezin, de man als man in de samenleving. En de man als partner. Hoe ga je vanuit die drie invalshoeken om? En door middel van praatgroepsessies willen we de mannen aan het woord laten. Willen de mannen onderrichten. Om toch erover na te denken. En eigenlijk na detentie hun rol in te nemen.
Dat is heel erg belangrijk. Hoe neem ik mijn rol in en hoe ga ik het verder vervullen? En verder hebben we ook nog wat activiteiten op het gebied van sport en spel. Mm-hmm. Een stukje, hoe noem je het, expressie, dat ze zich kunnen uiten. Het zijn geen dingen die ze meer dagelijks doen in zo'n setting. Dus we proberen ook dat naar ze toe te brengen, dat ze dat, tenminste dat weekend ook wel een goede tijd doorbrengen. Dat ze weten en ervaren van, er zijn mensen die om ons geven, toch? En we willen in dat kader de gemeenschap eigenlijk gewoon ook erbij betrekken en zeggen van, weet je, mannen krijgen geen bezoek van familie of wie dan ook. Maar ze hebben spullen nodig, ja. Ze hebben sanitaire spullen nodig. Levert u op die manier een kleine bijdrage, dat we die mannen ook een klein pakketje kunnen geven. En na de activiteiten willen we ze ook iets lekkers aanbieden. We hebben wel organisaties of mensen die een kleine bijdrage leveren. Gidemawa Sweetinyang, want Aladi Inonyawa Sweetinyang daar in de gevangenis. Maar we willen door middel van deze activiteiten ze echt wel een goede tijd aanbieden. Ik vraag me af, hoe komen jullie aan de financiële middelen? Want die organisaties, jullie zijn non-profit, neem ik aan. Ja. Hoe komen jullie aan de financiële middelen? Vaak genoeg zijn het donaties. Okay. We betrekken iedereen die we erbij kunnen betrekken. Er zijn echt wel mensen die daar rondlopen in de maatschappij. Die zeggen van, hey, ik ondersteun dit werk. Als ik kijk naar iemand als Gerald, Gerald zegt gewoon, Desmond, kijk 5000. Doe ons aan Gidema aan drapen. Because you care about them. En eigenlijk, door middel van deze activiteit en dit medium nu op dit moment, roepen we de mensen op van, levert u alsjeblieft een bijdrage. We vragen u voor hun, omdat ze het ook nodig hebben. En op die manier levert u een bijdrage aan een goede resocialisatie van de mensen daar in Tendentie. En levert u ook een bijdrage aan dat ze goed terugkeren in de samenleving. Waar kunnen ze die bijdrage leveren? Oké, de bijdrage kunnen ze altijd leveren op het kantoor van Prison Fellowship Second Transition Service aan de Henk Arendstraat 39A. Achter daarbij het Surinaams Bijbelgenootschap. Aan de overkant van Lucky Store Ossosani, schuin tegenover Naskip. Dat kan je het niet missen. En men kan altijd ook contact met ons opnemen op het telefoonnummer 89470022. Daar kan men bellen en appen om hun bijdrage te geven en de informaties in te winnen. En dan kunnen we altijd verder afstemmen. Nice. Veel succes moet ik zeggen met de training. En wanneer begint het weer? De training begint 17 maart. Het is het heel weekend van 17, 19 maart. Dus de mannen, ze krijgen heel veel. Ze krijgen heel veel mee. Ik hoop dat ze goed versterkt de tijd tot naar de volgende activiteit dan zullen doormaken. En dat ze toch wel kunnen gaan bezinnen en hoe ze zich anders zullen gaan opstellen na detentie. Dank u wel voor het interview. Alsjeblieft. Ja. En zo hebben wij dus dan gesproken met de heer Desmond Plett in deze live uitzending. En als u een bijdrage wilt leveren, de uitleg is duidelijk, dan kunt u dat alsnog doen. Ik ben Gerald Harderwijk. Dank u wel voor het willen kijken. Mede namens Roberto Ormskerk. We zijn er later weer met meer live uitzendingen. Tot zo. One more time, you get me, fam. Ayer presi dungro, nanga susu enemi. Akonta pa dai dai, ala mangente. Garo mi e beg you bless me, fukashi mi enemi. Come for the play for the lopio, tell you dry you baka, tadi oi grio. Ayer presi lai nanga maka, naga do mi e beg you pasa chari mi. Garo mi e beg you bless me, fukashi mi enemi. Mi nai guare mindimo, mi nai trozza e mi sa mamo.
Mina e trotsa e ni sa mamo Mina e gore mindi mo Mina e gore mindi mo Mina e trotsa e ni sa mamo Mina e trotsa e ni sa mamo Alibi fini Yungusra punye Sabanga sumaenya Dringi Oso do jere yo Also the poison you I know all of the love before we did I know all of the main anger away This you must have it Pay you to napu Also you fuck you up Inside the way bad mind who save it Inside the way bad mind who save it I know shoot it so yeah. I know I can so Inside the way bad mind who save it Inside the way bad mind who save it I know shoot it so Mina e gore mindi mo Mina e gore mindi mo Mina e trotsa e ni sa mamo Mina e trotsa e ni sa mamo Mina e gore mindi mo Mina e gore mindi mo Mina e trotsa e ni sa mamo Lo bigala de busi konjo mau mang de moite yeah. Sweet dili bifu jo mang na de meke yeah. Wakalon tute ne go mi changa wago dolo mang Chai libi moyanga yo Na teke yu libi fupa chaganda Na lo chai mo feke bagafa Na nyamo feke pikisiba Inyo sutolio ya muteke fukyanga yu macho waganda Na fito yu mati moisefi inoiti Bala wakate ne igo michanga wambusi konjo mana Ya mumeke sanyange Na meke sanyange Na meke sanyange Malobi human Noiti ya mumeke sanyange Na meke sanyange I make a sign again, lobby human. Say the make a yushi, me lion, me see don't so. Go tapuli be fandi day for day, no. They lobby was a my jacuzumi. They hang an 89 boy CB. That they make him suku one for me. One get figgy me. Me fito we moike me osudata, Lord. De yang a necha miang e basa sama Bala wakante Ne igo mi changa wambusi konjo umang Ya mu meke sanyange Na meke sanyange Minau meke sanange Minau meke sanange Minau meke sanange